Wij zijn vandaag op bezoek gegaan bij gemeenten. We hebben daar vooral stilgestaan bij de vernieuwing van de organisatie. En hebben eigenlijk gekeken van waar liggen die behoeftes nou binnen die gemeente. Wat eigenlijk het inzicht voor mij vandaag is, is dat het zo waardevol is om met een busje collega's naar een gemeente toe te rijden. Samen organiseren vraagt enorm van je dat je je oor te luisteren legt in de buitenwereld. En dat betekent voor elke individuele medewerker dat je echt veel buiten moet zijn. Niet achter je bureau hier zitten en bedenken wat goed zou kunnen zijn, maar luisteren naar wat gemeenten echt nodig hebben. En samen met hun tot een nieuwe oplossing kunnen komen. We hebben wel goede inzichten gekregen. We hebben het vooral veel gehad over wat de gemeente zelf deed. En wat zij heel erg belangrijk vonden. Vooral het zenden is niet meer 2018. Het is de wisselwerking. Wij presenteren allerlei projecten, producten, informatie. Maar gemeenten hebben vaak wat moeite om dat voor zichzelf concreet te maken. Er is een einddoel, maar de weg ernaartoe is nog onduidelijk. Wat wij ons nu te doen staat is eigenlijk om echt meer stappenplannen te hebben. Want je kan wel zeggen, alle gemeenten moeten dit. Maar in de ene gemeente heb je het zo specifiek dat je daar heel erg aandacht aan moet besteden. Van, dit zou goed voor jullie zijn, maar in jullie gemeente specifiek moet je daar deze stappen voor nemen. Ik vind het een ontzettend leuke dag. Veel dynamiek. Erg leuk om bij de gemeentes te zijn. Ook leuk om elkaar in de bus wat beter te leren kennen als collega's. Ja, we waren bij Haarlemmermeer en die zijn al behoorlijk ver met digitalisering en willen ook echt innoveren. Die deden daar echt een appel op ons om meer met data-driven oplossingen, use cases te komen voor het sociale domein. We zijn zojuist op bezoek geweest bij de omgevingsdienst Midden-Holland. Er waren een aantal dingen die had ik eigenlijk nog niet eerder in deze vorm gehoord. We zitten hier natuurlijk toch heel vaak van achter het bureau zijn we bezig om vraagstukken op te lossen. En dan is het goed om te horen dat bepaalde dingen goed werken, maar dat er ook dus wel degelijk toch een hoop verbetering te halen is. En het is gewoon heel mooi om te zien hoe zij in de praktijk daar hele mooie werkprocessen mee hebben ingericht. Het zou misschien wel mooi zijn als wij deze succesverhalen gewoon uit de praktijk een podium kunnen bieden. Wat moeten we loslaten als VNG-realisatie? Ja, er werden wel een paar dingen genoemd. De medewerkers daar zijn echt bezig met de onderwerpen die in het hier en nu moeten gebeuren. In dit begrotingsjaar met de dingen die nu actueel zijn. En verder ook goed kijken via welke kanalen de gemeenten ons bereiken. En hoe we goed het aanbod van VNG-realisatie over het voetlicht kunnen brengen.